De klok is inmiddels half één geworden. Ik zie dat er nog steeds een hoop mensen binnenkomen. Allemaal welkom. En aangezien we een heel vol programma hebben, wil ik hem eigenlijk gewoon aftrappen. Welkom bij deze derde lunchlezing van de Platform Wehoring en Platform Brugge. Het onderwerp wat we vandaag willen behandelen is biobased en adaptief bouwen. Vanuit het SBIR-traject Circulaire Viaducten. Een paar huishoudelijke mededelingen. De vraag of jullie allemaal de microfoon en camera uit willen doen, behalve de sprekers. Dan de vragen die jullie ongetwijfeld gaan krijgen in de chat te zetten. Die willen we aan het einde, het laatste kwartier van dit uurtje, bespreken. De slides en opnames worden achteraf via de e-mail gedeeld. En daarmee sturen we ook contactgegevens van de sprekers mee. Voor technische vragen kun je bij Peter van de Ven terecht. En als laatste, een kwartiertje voor het einde van de lezingen, delen we ook een linkje met een evaluatieformulier met de vraag of jullie die willen invullen. Want het kan natuurlijk elke keer weer een beetje beter. De sprekers voor vandaag. We hebben Kees Kwartel van Rijkswaterstaat, die het kort introduceert. Arno van Witmarsje, manager projectbeheersing bij Mart Beugel. Die ons wat gaat vertellen over de modulaire viaductbeugel. Anne Slotman, tendermanager bij Mobiles, over viaductbehoud, modulair standaard houtbeton liggensysteem. Edwin T, senior engineer van AARP, bolt bridges of laminated timber. En last but not least, Stephanie Lammerix, teamleider circulaire infrastructuur bij Witteveen in Bos, over BOV, biobased composiet verkeersviaduct. Kees, mag ik hem aan jou doorgeven? Ja, zeker. Hoop dat jullie mijn scherm nu zien. Moet alleen naar dit plaatje. Ja, dankjewel, Pjotter. Mijn naam is Kees Kwartel. Werkzaam inderdaad bij Rijkswaterstaat, GPO-afdeling Bruggen en Viaducten. En ook lid van het SBIR-team. Rijkswaterstaat heeft zeg maar de eerste ervaring met het eerste circulaire viaduct opgedaan in 2018. Dat is een initiatief uit de markt geweest en dat heeft de Rijkswaterstaat omarmd, omdat er behoefte was om na te gaan denken over de circulaire bouw van viaducten. Ook gelet op de ambitie 2030, klimaatneutraal en circulair bouwen. En als opvolging van de ervaring met het eerste circulaire viaduct is de open leeromgeving in het leven geroepen, waar partijen uit de markt, ingenieursbureaus, aannemers, andere partijen samen met de Rijkswaterstaat en de bouwcampus op een zestal themalijnen hebben nagedacht over wat er allemaal bij circulaire bouw van viaducten aan de orde is. En daaruit is het idee ontstaan om via de SBIR een uitvraag te doen naar innovatie. Oplossingen in de markt. SBIR staat voor Small Business Innovation Research en het doel daarvan is om in concurrentie uitvraag te doen naar innovatieoplossingen, in dit geval dus voor circulaire viaducten. Nou, op die uitvraag zijn 32 oplossingen binnengekomen. Daar ga ik zo nog even iets over vertellen. De richting waarin de uitvraag is gebeurd, beperkte zich tot een aantal verschillende oplossingsrichtingen. Een modulaire oplossingsrichting, hoogwaardig hergebruik van bestaande objecten of onderdelen of materialen of hernieuwbare materialen. En de wijze waarop vanuit die 32 ingediende voorstellen er teruggeschaald is naar een aantal partijen die een betaalde haalbaarheidsoplossing mochten gaan doen of studie mochten gaan doen. Zijn drietal beoordelingscriteria aan orde geweest. Impact, met name impact op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. In zekere zin ook op circulariteit. De technische haalbaarheid en ook de praktische haalbaarheid van de oplossing. En het economisch perspectief, waarbij ook de gedachte is, hoe kunnen we daar een business van maken met een commerciële doelstelling. Kees, je zit al aan je tijd. Goed zo, dan ga ik het nu ook afronden.
Zo zijn we dus uiteindelijk van 32 op 10 partijen gekomen die haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan. En daaruit zijn op basis van de criteria 3 consortia gekozen die nu met een prototype ontwikkeling bezig zijn. Ik wijs nog even op de Buyer Group. Zie je ook de website, een groep gevormd om ook de verkoopbaarheid van de oplossingen te gaan promoten met opdrachtgevers, opdrachtnemers. En de website van de circulaire viaducten waar ook de haalbaarheidsstudies te vinden zijn. Dan geef ik nu het woord aan Arno van Dietmarsen van Max Keugel, die zijn voorstel verder zal introduceren. Dankjewel, Kees. Ja, goedemiddag. Ik ben dus Arno Witmassen van Max Beugel Nederland. Als het goed is, zien jullie nu allemaal mijn presentatie. Wij hebben als Max Beugel Nederland meegedaan aan de SBR Circulaire Viaducten. Helaas zijn we niet tot de laatste 3 gelukkige doorgedrongen om uiteindelijk onze oplossing ook te realiseren. Wel willen wij uiteraard doorgaan om onze innovatie op de markt te brengen. En hierover wil ik graag wat vertellen. Ik zal straks eerst beginnen met een stukje te vertellen wie Max Beugel eigenlijk is. Dan licht ik kort toe waarom wij aan de SBR Circulaire Viaducten deelgenomen hebben. Ga ik wat dieper in op de techniek, een stukje impact en ook het economisch perspectief. En als er aan het eind nog vragen zijn, kunnen die in de chat gesteld worden. Of achteraf ook per telefoon of via de mail. Aan Max Beugel. Max Beugel is in Duitsland een heel groot en bekend bedrijf. Het is het grootste familiebouwbedrijf in Duitsland. Met ongeveer 7000 medewerkers en een jaaromzet van 2 miljard. We hebben een hoop eigen zaken in eigen beheer. We hebben een eigen staalbouw en eigen betonfabrieken. In Nederland zijn we iets minder bekend. Vanaf 2001 zijn wij gevestigd in Nederland. We hebben sinds die tijd een aantal interessante projecten uitgevoerd. Zoals wat stations van de Noord-Zuidlijn. De Stadsbrug in Nijmegen. Albert Kuip garage in Amsterdam. Spaandamme tunnel. Spoorbrug in Zuidhoorn. En heel actueel nu de entree. Dat is het voorplein bij Amsterdam CS. Ja, de SBR-uitvraag sluit heel goed aan bij onze strategie. En die strategie dat is de Bouwplus X. Dat zijn 3 strategische oriëntaties. En die richten zich met name dan op de industrialisatie, productontwikkeling en innovaties. Nou, dan komen we ook. Waarom hebben wij deelgenomen aan de SBR? Nou ja, wij willen ook meebouwen aan een mooi en toekomstbestendig Nederland. We zien daar ook het belang van in dat er wel de nodige maatregelen genomen gaan worden. We willen een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en een circulaire toekomst. Actieve bijdrage leveren aan de CO2-reductie en ook aan het verminderen van materiaalgebruik. En uiteraard wilden wij ook onze innovaties verder ontwikkelen tot een concreet toepasbaar en modulair viaduct. Onze uitgangspunten toen wij startten met het haalbaarheidsonderzoek voor ons modulair viaduct was dat ons viaduct modulair, demontabel en herbruikbaar zou moeten zijn. Het zou bestaan uit standaard elementen. We wilden een cementloos hoge sterkte beton ontwikkelen, voldoen aan de eisen en de normen, een levensduur hebben van 200 jaar en structureel health monitoring toepassen. Nou, hier zie je een plaatje waarin eigenlijk al onze oplossingen terugkomen. Die klik ik nu even door. Want die komen nu op de volgende pagina's terug. Nou, we hebben in ons haalbaarheidsonderzoek hebben een koemwelbetonbeugel ontwikkeld. Dat is een milieuvriendelijk hoge sterkte geopolymeerbeton. Met een lage MKI-waarde. En daardoor ook een lage CO2-uitstoot. We hebben die in de haalbaarheidsonderzoekfase laten certificeren voor het bouwstoffenbesluit. Dus dat zijn, dat zijn positieve punten die behaald zijn in de haalbaarheidsonderzoek. Onze landhoofden die zijn modulair. Die bestaan of uit een gewapende grondconstructie of uit bouwblokken van oemelbetonbeugel of gerecycled beton, als dat op die locatie gerealiseerd kan worden. Onze pijlers bestaan uit prefab betonnen pijlers.
ook weer van Umwelt Beton Beugel, met de modulaire koppeling aan de stalen liggers. Momenteel zullen we de pijlers nog aan een poer moeten storten, maar we zijn in ontwikkeling om daar een modulaire koppeling voor te realiseren. Zodat ook dat helemaal modulair is. We hebben standaard liggers, stalen liggers, met een aantal standaard afmetingen. 39 meter 30, 27 en 23. Met een demontabele koppeling aan het landhoofd, zodat ook dit helemaal modulair is. Dat kan je hier ook maar op de plaatje zien. Onze dekplaten, dat is echt onze innovatie. Dit zijn gekoppelde dekplaten die haaks op de rijrichting aangebracht worden. En middels naspanning tot een compact dek gemaakt worden. Maken wij zelfdichtend Umwelt-beton met minimale wapening. 62 kilo voor in een kuub. Slaat de naadluis aan. En dat komt door een hoogwaardige CNC-slijptechniek die wij op onze dekplaten toepassen. Die wij zelf ontwikkeld hebben, die we ook toepassen in de windmolensproductie. De dekplaten zijn direct bereikbaar. Wat dus betekent dat er geen asfalt aangebracht wordt. Wat uiteraard de nodige winst oplevert. Nou, dan hebben we ook nog voegovergangen. Ze zijn modulair, geïntegreerd in de dekplaten. Opleggingen, modulaire injectiepot van corrosievrij staal met een lange levensduur. Voertuigkering, niet verankerd, flexibel indeelbaar op het dek. Ook weer van ons Umwelt-betonbeugel. We wilden ook nog een stukje monitoring toepassen. Nou, wat we daarin in belangrijk vinden is dat we dat vastleggen in het materialenpaspoort. Daarbij willen we aansluiten bij het platform CB23. We brengen sensoren aan in ons viaduct ten behoeve van de structural monitoring. Daar kunnen we in principe alles mee meten. Maar wat we nu uitgewerkt hebben is dat we dan de naspankracht van de kabels van de dekplaten meten. De belasting op de oplegblokken, corrosie op het dek en de lastwisselingkrachten die op de stalen liggers komen. En hiermee denken wij de optimalisatie te kunnen hebben in het onderhoud en de informatie voor de hele levenscyclus veilig te kunnen stellen. Stukje impact. Nou, tijdens het haalbaarheidsonderzoek hebben we de impact vergeleken met een referentieviaduct. Daaruit kwam dat ons modulair viaduct Beugel een 73% lagere MKI-waarde heeft over de gehele levensduur. 70% lagere CO2-uitstoot en een materiaalgebruik dat 49% minder is dan het referentieviaduct. Ja, daarnaast heeft ons Umwelt-beton Beugel ook een duidelijk lagere MKI-waarde. De CO2-uitstoot. Materiaalgebruik hebben we goed naar beneden kunnen krijgen door dat we geen asfalt toe hoeven te passen door het direct brede dek. Minder wapening toepassen en gebruik maken van gerecycled staal in de liggers. Minder beton hoeven toe te passen omdat onze dekplaten slank zijn. Die zijn 35 centimeter. En omdat onze elementen 200 jaar levensduur hebben, kunnen we die goed hergebruiken. Tot slot komen we nog bij een stukje economisch perspectief. Nou, we hebben een analyse gemaakt dat ons viaduct op 85% van de Rijkswaterstaat viaduct toepasbaar is. We gebruiken allemaal standaard elementen. De maten die zijn standaard, waardoor ze makkelijk uit te wisselen zijn. Als je naar de kosten kijkt, tijdens ons haalbaarheidsonderzoek hebben we daar een vergelijk mee gedaan. En bleek dat die 4% duurder is dan een regulier viaduct. Maar wij denken door optimalisaties, en dan moet je denken aan serieproductie, parametrisch ontwerp, kan de kostprijs nog wel lager uitvallen dan een regulier viaduct. Als je naar de lifecycle kost kijkt, dan hebben wij berekening gemaakt dat die circa 43% lager is dan een regulier viaduct. Als je dan naar de eerste levenscyclus van een regulier viaduct kijkt van 80 jaar. Nou, we hebben lage onderhoudskosten en een hoge restwaarde van de elementen. Omdat je nog een hergebruik hebt van eventueel een tweede of een derde levensfase. Dit in je laatste minuut, Arno. Kom mooi uit, dit is de laatste pagina. Stukje onderhoud. Nou ja, we hebben een voorspelbaar onderhoud door ons structural health monitoring. Een lange levensduur van de elementen. Minder hinder voor de gebruiker hierdoor. Voorspelbare levensduurverwachting met behulp van de SAM. We hebben wel nog een stukje validatie van de afwijkingen nodig op de ROK. Dat is waar we momenteel ook mee bezig zijn met de Rijkswaterstaat. Ja, we hebben lange levensduur, elementen zijn herbruikbaar.
We scoren hoog op de MV duurzaamheid. We zijn schaalbaar, aanpasbaar in afmetingen. Op een groot deel van de Rijkswaterstaatviaducten toepasbaar. En wij denken dat we een goede kans maken binnen uitvragen waar duurzaamheid en de MKI-waarde belangrijk is. Ik denk dat we precies binnen de tijd zijn gebleven, Piotr. En nou ja, mochten er nog vragen zijn, kunnen die in de chat gesteld worden of naderhand telefonisch of per mail. Bedankt voor jullie aandacht. En wil ik nu het woord geven aan Anne Schotman. En Anne gaat het een en ander vertellen over het viaductbehoud, modulair standaard houtbeton liggersysteem. Nou, welkom allemaal bij deze presentatie. Ik wil jullie graag meenemen in ons uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek. En daarbij zullen we even ingaan op wat we onderzocht hebben, wat de resultaten zijn en hoe de vervolgstappen eruit zien. Nou, ik zal eerst even mezelf voorstellen. Mijn naam is Anne Schotman. Ik ben werkzaam bij Mobilus als tender manager. En vanuit die rol ben ik ook betrokken geweest bij het ESPER-traject. Nou, waarom hebben wij als Mobilus meegedaan? Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. En we willen ook graag voorop lopen in nieuwe ontwikkelingen. En zo zijn wij tot een innovatief project ook gekomen. En gaan we daar gewoon, ga ik je daar nu wat verder over vertellen. Nou, onze innovatie heet viaductbehoud. Een demontabel houtbetonliggersysteem is het. Wij hebben het brugdek. Even kijken hoor, sorry. Ja, waarom hebben we, je zou zeggen, waarom kies je voor hout? Nou, hout is een hernieuwbaar materiaal, wat van nature dus groeit. En we hebben dat gekeken van hoe kun je dat nu toepasbaar maken in een viaduct voor over de snelweg. We zijn tot de conclusie gekomen dat je een viaduct kan bouwen die 100 jaar meegaat. Daar kom ik zo nog heel even op terug. Je hoort het eigenlijk ook in de naam al. Waarom hebben wij viaductbehoud gekozen? Dat is eigenlijk een knipoog naar de materialen hout en beton. En zegt ook iets over de duurzaamheid. En met dit viaduct kunnen we aansluiten op de ambities van Rijkswaterstaat op 100% hernieuwbaar en recyclebare materialen toe te passen. En ik zal jullie zo nog even wat meer vertellen over hoe het systeem werkt. Ik ga eerst even jullie laten zien met wie we dit ontwikkeld hebben. We hebben dit samen ontwikkeld met Heco Spanten, IPV Delft, Rutte en ingenieursbureau Miebach. Dat is een Duitse ingenieursbureau. Hiermee hebben we alle expertise aan boord waarmee we dit mooie viaduct hebben ontwikkeld. Nou, wat hebben we eigenlijk gedaan in ons haalbaar onderzoek? We hebben eerst eens even gekeken wat zijn de optimale afmetingen van een viaduct. Dus welke afmetingen moeten we evenaren? We hebben gekeken wat is de meest geschikte verbinding tussen hout en beton en hoe maken we het systeem demontabel? En we hebben gekeken van hoeveel duurzamer is nou deze constructie ten opzichte van een betonnen liggersysteem. En we hebben natuurlijk ook gekeken naar de kosten en ook om het complete beeld te krijgen hoe ziet onze totaaloplossing eruit. Nou, daarvoor hebben we een aantal activiteiten uitgevoerd. We hebben eerst een bureaustudie gedaan aan de hand van de DISC-gegevens. We hebben gekeken van joh, wat kunnen we produceren en wat is nog transporteerbaar. Vervolgens hebben we een berekening gemaakt, hebben gekeken naar waar moet de berekening aan voldoen. Hebben we 3D-berekeningen laten maken van het houtbetonsysteem. Hebben we gekeken naar hoe moet die koppelingen eruit zien. We hebben een variantenstudie gedaan tussen de verschillende onderdelen voor het landhoofd en het tussensteunpunt. We hebben een MKI-berekening gedaan, een kostenraming gemaakt. En we hebben gekeken van welke testbehoeftes hebben wij nog. Nou, we hebben gekeken naar de haalbaarheid. Nou, hoe werkt het systeem eigenlijk? Je ziet hier een doorsnede van de constructie. Het is net zoals een prefab betonliggersysteem. Het zijn liggers die als geheel van de bouwplaats komen. Inclusief de betonnen toplaag die er al op zit. Die brengen we vanuit de fabriek. Het is een hout gelamineerde constructie met een gerecycled beton erbovenop. Nou, ze worden aangevoerd, we plaatsen ze op de landhoofden, we spannen de liggers af door middel van dwarsvoorspanning en vervolgens kun je
het viaduct eigenlijk afbouwen zoals je zelf wil. Je kan de rand voorzien van randelementen. Dat bevelen we wel aan in verband met de bescherming tegen weer en wind van het hout. Maar vervolgens kan je het leuningwerk erop zitten maken. De wegverharding inclusief een waterdichte laag. En in de toekomst kan je het brug eenvoudig weer uitbreiden door de randelementen eraf te halen, een ligger ernaast te leggen en hem weer opnieuw af te spannen. Nou, en zo kan je hem ook op dezelfde manier weer demonteren. Je haalt de dwarsvoorspanning eruit en je kan dan de liggers verwijderen. Nou, de haalbaarheid. Nou, ons voorstel is direct haalbaar. Hij bestaat namelijk grotendeels uit bestaande technieken. We hebben deze vorm van beton en hout is al meerdere keren in het buitenland gerealiseerd. Wat is dan het innovatieve van ons idee? Wij hebben hem demontabel gemaakt door de verbinding tussen het hout en beton eenvoudig te kunnen scheiden. En wij hebben de verbindingen, of doordat het losse liggers zijn, gaan wij de verbindingen gaan we hem aan elkaar voorspannen. En dat heeft dan ook met die demontabelheid te maken. Dus ik zal jullie nu even meenemen naar wat is er qua afmetingen haalbaar. Hij is geschikt voor afmetingen tussen de 15 en 35 meter. In ons voorbeeldproject zijn we uitgegaan van 26 meter. Dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we zien dat dat voldoende is voor een 2x3 rijstroken snelweg. En deze lengte die is makkelijk produceerbaar, transporteerbaar en ook schaalbaar in de toekomst. Dus mocht er heel veel vragen komen, dan kunnen we die ook makkelijk produceren. De maximale breedte die we bekeken hebben is momenteel 26 meter. En de liggers bestaan uit 3/4 deel Europees vuren hout met ongeveer een 1/4 deel gerecycled beton erop. Als je kijkt naar de verhouding in met betonnen liggers is die wat slanker. 1:18 in plaats van 1:22,5. Nou, ik gaf het al aan. We passen Europees vuren hout toe. Nou, daar denken heel veel mensen van, hoe, dat kan toch helemaal niet? Nou, dat doen. Als je kijkt in de GWW-sector, passen we dat al veel meer toe. Je ziet wat wegportalen. Je ziet tegenwoordig de zoutloodsen, de vastnetstations. Dus het is een materiaal wat al veel meer gebruikt wordt. En door de bescherming van het beton en de randelementen eraan, blijft het ook goed beschermd. En het betononderdeel voeren we uit of in gerecycled beton of in geopolymeer beton. Dus dit zorgt er ook voor dat het mooi circulair is. Nou, de verbinding tussen beton en hout, ja, die moeten de krachten overdragen. Nou, we hebben gekeken naar bestaande technieken die nu ook al toegepast worden. En die zijn voldoende om toe te passen. Nou, we hebben natuurlijk gekeken naar spatwater, want als je onder een viaduct doorrijdt, wat gebeurt er dan? Uit de praktijk blijkt dat het eigenlijk geen probleem is. De constructie zal goed blijven ventileren. En in de prototype fase hadden we dat willen gaan testen om te kijken, ja, wat doet dat spatwater nou daadwerkelijk? We hebben ook gekeken naar hoe zit het met de brandwerendheid? En daarbij hebben we gezien dat een ontruimingstijd van 30 minuten zal die niet bezwijken. Dus dat is haalbaar. Daarnaast hebben we ook gekeken naar trillingen. Maar daar is door het lichte gewicht zal daar geen sprake van zijn. Want hij zal in het totale gewicht is zo zwaar dat hij niet zal gaan trillen. En ook het hout zal de trillingen absorberen. Dus we verwachten geen trillingsproblemen. Nou, hoe ziet de onderbouw eruit? We willen natuurlijk een compleet viaduct bouwen. We hebben ervoor gekozen om inderdaad ook met wat jullie net ook al bij mijn voorganger hoorden, om gewapende grond toe te passen met een hooggefundeerd landhoofd. Je zou er nog voor kunnen kiezen om die wat naar buiten uit te laten steken, waardoor je de overspanning zou kunnen inkorten. En voor het middensteunpunt hebben we gekozen voor stalen buispalen met een demontabele sloof erbovenop. Je zit in je laatste minuut, Anne. Oké, nou, wat is de impact? We kunnen 70% van de viaducten van Rijkswaterstaat hiermee invullen. Er is een MKI-reductie van 44%. Nou, we hebben een CO2-besparing van 63%, 20% gewichtsreductie. En we kunnen hem demonteren op 4 niveaus. Nou, levensduur dus van 100 jaar.
de kostprijs is wat meer dan een traditioneel viaduct, maar we verwachten wel dat door doorontwikkeling die prijs kan dalen en zeker ook door het opnieuw kunnen inzetten van zo'n viaduct. Wat zijn onze vervolgstappen? We willen gaan nog gaan onderzoeken of testen hoe onze houtbetonverbinding of dat functioneert zoals we dat bedacht hebben en daar verdere detailberekeningen van doen. Ik wil nog één ding meegeven. Nou, we zijn eigenlijk nog op zoek naar een testproject. Dus heb jij binnen jouw gemeente, provincie vind je dit een heel goed idee en wil je dat samen met ons verder naar een verder niveau brengen? Ja, neem dan gewoon even contact met mij op. Bedankt voor jullie aandacht. Top, dankjewel Anna. En dan wil ik graag met de volgende spreker introduceren. Dat is Edwin Thiele van ARUP. En die gaat jullie meenemen ook in een houten viaduct van Bolt Bridging of Laminated Timber. Dankjewel Anne daarvoor. Super interessant concept wat jullie ook hebben laten onderzoeken. Ik wil daar iets verder op ingaan nog. Samen met onze partners Heijmans en Schaffietzel hebben wij voor de SBIR een concept ontwikkeld wat in onze ogen een nieuwe generatie van houten bruggen kan bewerkstelligen in Nederland. Even oefenen met de nieuwe slide. Daar gaan we. Het concept is... Nou, laat ik beginnen met mezelf even nog even kort te introduceren. Het team van ARUP. ARUP is een globaal ingenieurs- en adviesbureau. Werkzaam over de hele wereld met een mannetje of, ik schat, 17.000 op dit moment. Het concept hebben we, zoals ik zei, met Heijmans en Schaffietzel verder uitgewerkt als partners in deze combinatie voor de SBIR. Nou, ik ga even kort in op het concept. Het is relatief vergelijkbaar met het concept wat jullie net hoorden. Wat bestaat uit gelamineerde liggers, hoofdliggers. Het grote verschil met het vorige concept is dat wij uit zijn gegaan van een houten dek. Dus het maken van een volledig houten gelamineerde bovenbouwconstructie. We hebben ons gefocust op de bovenbouwconstructie, nog op een traditionele betonnen onderbouw. Maar daar zijn natuurlijk ook voldoende innovaties nog te bereiken. Het concept bestaat dus uit een blokvlijmde glulamliggers met daarop glulam dwarsliggers en een CLT-dekplaat. De CLT-dekplaat met dwarsliggers die worden geprefabriceerd in de fabriek en kunnen op die manier modulair worden geplaatst op de hoofdliggers. Een belangrijk concept wat ook Anne al aangaf is inderdaad het beschermen van hout tegen water. Dat is extreem belangrijk om te voorkomen dat je dus geen last krijgt van houtrot. En op basis van het beschermen van hout kan het dus inderdaad heel goed in de buitenlucht en dus in de GWW toegepast worden. Met een levensduur van zeker 100 jaar. Alle verbindingen tussen onze onderdelen zijn losmaakbaar gemaakt, waardoor het inderdaad modulair is en makkelijk herbruikbaar. En ook in de gebruiksfase eventueel onderdelen makkelijk vervangbaar zijn of aanpasbaar zijn. Belangrijk concept van het beschermen van het hout, omdat we met een houten dek zijn uitgegaan, is toepassing van een waterdicht membraan op het hout, wat het water aan het hout aan de bovenkant beschermt tegen indringing van water. En aan de randen een overstekend dek en de randelementen kan het hout beschermen tegen water van de zijkant. Nou, waarom hebben we gekozen voor deze oplossing? We hebben ook gekozen voor een gestapelde oplossing. Dus niet zoals in het vorige concept waarin het betonnen dek met het hout samenwerkt tot een composietligger. Hebben wij vooral in dit geval gekozen voor een los dek met hoofdliggers. Waarbij die samenwerking nog niet bewerkstelligd. Dat is wel iets wat we in de toekomst verder willen onderzoeken om die samenwerking nog verder uit te nutten. Maar we hebben tot nu toe voor deze constructief wat minder effectieve oplossing gekozen. Met als grote voordeel dat het dus qua levensduur veel beter meegaat. Omdat het beschermt, omdat het goede ventilatie geeft ook voor het houten onderdek. Dat er goed genoeg ruimte is voor inspectie. En dit zijn allemaal randvoorwaarden van
de nieuwe ontwikkelde, de nieuw in ontwikkeling zijnde eurocode voor houten bruggen, waarin AREP ook actief onderdeel van uitmaakt. En dit zijn de randvoorwaarden die in de nieuwe eurocode worden gegeven aan het garanderen van een levensduur van 100 jaar. Nou, verder is er een hoge eenvoud van constructie, wat altijd goed is bij het toepassen van innovaties om te beginnen, eenvoudig te beginnen. Dat langzaam verder uit te werken tot, wat ik net zei, bijvoorbeeld een samengestelde deck met liggers. Nou, qua economische aspecten, inderdaad, er is een ruime ervaring al aanwezig in Europa, ook in Canada. Er zijn voorbeelden in Canada van volledig houten bruggen. Onze partner Schaffitzel, die veel houten bruggen bouwt in onder andere Duitsland, die hebben ook al een volledig houten verkeersbrug in Duitsland ontwikkeld. Dus in die zin bouwen we voort op bestaande technieken. Kort even een impressie van het geheel. Waarbij de eenvoud van de modulaire elementen te zien zijn. Vormgeving is ook belangrijk. Dus er zijn verschillende randdetails mogelijk om de vormgeving naar wens aan te passen. Hier zie je bijvoorbeeld verticale leuningen. Of een volledig gesloten leuning. Qua schaalbaarheid, Anne gaf het ook al aan, we hebben ook inderdaad even gekeken naar de opgave van Rijkswaterstaat. En daarin is te zien dat zeker 50% van het bestaande areaal al ouder is dan 40 jaar. Dus kijken naar de vervangings- en renovatieopgave, ligt daar de grootste eerste opgave. Dat verder specifieker bekeken naar de leeftijden inderdaad van dus 40 jaar en ouder, dan zien we ook dat de overspanningen van die kunstwerken gemiddeld genomen 80% kleiner zijn dan 25 meter overspanning. Dat is een beetje het gelijk waar de conclusie waar Anne ook op uitkwam. Dat met een 25 meter hebben wij als eerste aanname genomen dat je daar een heel groot deel van de vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat mee kan ondervangen. We hebben ook dus vooral ook gekeken naar de renovatieopgave van Rijkswaterstaat, waarbij dus dekken van bruggen vervangen kunnen worden door het houten concept met behoud van de betonnen onderbouw. Ook vooral omdat een houten bovenbouw, zoals wij bekeken hebben, dat die de helft is van het gewicht van een betonnen bouw. Dus de onderbouw kan daarmee hergebruikt worden. Nou, wat houdt ons eigenlijk tegen met het gebruik van hout? Wat we vooral merken is dat inderdaad de levensduur van hout is het belangrijkste punt van zorg van beheerders en opdrachtgevers. Nou, hier een mooi voorbeeld van een 160 jaar oude houten brug in Trondheim. Waarbij de houtconstructie zich ook onder het dek bevindt. De delen die nog wel door de regen geraakt kunnen worden, om het zo maar te zeggen, zijn beschermd met een secundaire houtconstructie. En deze staat er dus al 160 jaar. Nou, wat is inderdaad ook, wat ook in de nieuwe eurocode het belangrijkste zal zijn, inderdaad, is het beschermen van hout tegen water en vocht. Dat kan op verschillende manieren bij verschillende typen van bruggen. En een ander heel belangrijk aspect is de ventilatie- en inspectieruimte. Vandaar onze keuze van zeg maar de gestapelde constructie van hout op hout, waardoor dat goed geborgd kan worden. De constructie kan goed drogen. Mocht het nat worden, eventueel spatwater of vocht, hoge luchtvochtigheid in de wintermaanden. Nou, op die manier kijkende kun je zien dat verschillende onderdelen verschillende niveau van bescherming hebben. En daardoor zal er ook een verschillende vorm van levensduur zijn. Een belangrijk punt is de waterdichte membraan om het dek te beschermen tegen vocht en een lange levensduur te garanderen. Op dit moment denken we dat de levensduur van het houten dek vooral afhankelijk is van de levensduur van het waterdichte membraan dat we kunnen toepassen. Dus daar ligt nog een verdere ontwikkeling die we willen gaan om te zoeken naar de juiste membranen, de juiste asfaltlagen eroverheen die zich hier heel goed op een lange levensduur op van toepassing kunnen zijn, want dan kunnen we ook een langere levensduur van het houten dek garanderen. De hoofdleggers. In je laatste minuut, joh. Laatste minuut, oké, hartstikke goed.
Dan gaan we meteen verder even nog met circulariteit die we bekeken hebben. We hebben daar platform CB23 gebruikt om in te schatten en een vergelijk te maken met een standaard betonnen kunstwerk. We hebben daar een dashboard voor ontwikkeld om de verschillende indicatoren goed met elkaar te kunnen vergelijken. De conclusie, zoals ook de andere presentators lieten zien, gooien we wat percentages tegenaan. Dat kijken naar het volledig houten bovenbouw, hebben we te maken met een 90% reductie van primair materiaalgebruik. 75% van de totale massa is hernieuwbaar. 30% reductie in de MKI en de 60% reductie in CO2-uitstoot. Technisch haalbaar, inderdaad, wat ik zei, voor in ieder geval van 25 meter al 100 jaar levensduur. Qua economisch perspectief, op dit moment denken we nog dat de eerste prototypes een 30% hogere aanlegkosten hebben. Maar dat natuurlijk volwassenheid en een verdere ontwikkeling van de houtmarkt in Nederland, dat snel tot een reductie kan komen. En dan op een gegeven moment over een life cycle een vergelijkbare kosten kunnen hebben. Als laatste even wat ik nog het belangrijkste aspect vind van het hele concept om in te laten zien, is toch de circulaire en klimaatwinst. Kijken naar de CO2-uitstoot van een vergelijkbaar standaard betonnen kunstwerk, zie je dat hout heeft over de levensduur een negatieve CO2-uitstoot. En als je dat dus ook nog kan zorgen dat je dus daarmee een betonnen kunstwerk vervangt, genereer je een enorme klimaatwinst, die zich vooral over de hele levensduur van toepassing is. Belangrijk is wel om met elkaar nog te kijken naar einde levensduur scenario's. Hoe dat te doen, hergebruik is door het modulaire systeem natuurlijk heel goed mogelijk. Maar daar, als je puur zoals men nu rekent uitgaat van verbranding van hout, dan kom je weer wat hoger uit. Maar met een 100 jaar levensduur, dan speelt dat zich pas na 2100 in. En dan verwacht ik dat CO2-afvang een standaard iets is. Dank je voor. Ik wil dan inderdaad het woord geven hierna aan Stefanie Lambrechts. Zij is van Witte Wijn en Bos en ze vertelt ons wat meer over hun biobased composiet oplossing. Dankjewel. Ja, enthousiasme is groot en de tijd is kort. Ja, ik zie nu niet. Oh ja, kijk eens. Als het goed is zien jullie mijn scherm. Nou, welkom allemaal. Ik ben Stefanie Lamers, inderdaad werkzaam bij Witte Veen en Bos. En ik presenteer hier namens de combinatie met Structon en Delft Incra Fracomposites over ons biobased verkeersviaduct. En het mooie is dat wat je hier ziet is geen visual, maar is daadwerkelijk een foto van een al gerealiseerd beweegbaar fietsbrug in Ritsemerziel in Friesland. En dit is eigenlijk het uitgangspunt voor onze innovatie geweest. Samen in bouwteam Drive hebben we dus met Structon en Delft Infracomposites het ontwerp, de realisatie en monitoring gedaan van een beweegbare fietsbrug. Gemaakt van vlasvezelcomposiet. En dat bestaat uit vlas. Dat is een natuurlijk materiaal wat op het land groeit. En balsa, dat is een houtsoort die wat in een jaar of 5 tot 20 meter hoog kan groeien. Dus is een heel lichte materiaalsoort die voor de stevigheid van het composiet zorgt. En een hars die uiteindelijk de verbinding maakt tussen het vlas, vezels en het hout. Nou, eigenlijk kwam de S weer op een heel mooi punt in onze realisatie naar onze droom toe. Want we hadden net de fietsbrug gerealiseerd en toen kwam de S weer. En onze droom is namelijk om een 100% demontabel, 100% afbreekbaar en 100% biobased verkeersviaduct te maken. Maar als je dan een fietsbrug hebt, dan moeten er nog wel wat dingen gebeuren voordat je naar een verkeersviaduct gaat. Dus wat is dat dan? Nou, dat is de verkeersbelasting. Auto's en vrachtwagens wegen een stuk meer dan fietsers. We moeten het dek zo maken dat het modulair op te bouwen is, zodat we het kunnen demonteren. En we willen naar een circulaire onderbouw, waar die van de fietsbrug momenteel nog deels beton en staal is, zouden we naar iets beters willen. En we zagen dat de hars nog niet helemaal biobased is. Dus om afbreekbaarheid te kunnen garanderen, moet ook die hars biobased worden. En dat was onze droom en ook eigenlijk het stappenplan waarmee wij de S-beren-traject zijn ingestapt. Nou, we moesten aantonen dat het technisch haalbaar was, de impact en economisch perspectief. Dus dan beginnen onze techneuten met de technische haalbaarheid. We hebben een analyse gemaakt van welke
verkeerssituaties te zijn en voor kruisende viaducten over de Rijksweg. Waarbij we rekening hebben gehouden dat als je nu uitgaat van een 2x3 snelweg, dat altijd er nog een extra rijstrook bij aan moet worden geplust in de eerstkomende 40 jaar. Want dat is vaak het probleem bij de vervangingsopgave waar we nu voor staan, dat er geen extra rijstrook bij kan. En er zijn 3 varianten met verschillende lengtes uitgekomen waarvoor we de haalbaarheid hebben aangetoond. En dan gaan we uit van een dek. Dit is aangepast. Wat je hier ziet is al het gele en groene zijn eigenlijk de vlasvezelmatten met de hars erin. En al het lichtbruine zijn de balsakernen. Die wat dus zorgen voor de stevigheid, zodat de wielen niet door het lijf heen ponsen. En dat er voldoende sterkte is voor het dek. Nou, daar hebben we allemaal moeilijke sommen van gemaakt. En uiteindelijk kunnen we wel zeggen dat we echt de technische haalbaarheid hebben aangetoond voor de verschillende varianten. En ook echt voldoen aan alle eisen die in de ROK staan. Waar we zien dat sommige ideeën, de ROK sluit niet aan. Dachten we kunnen beter zorgen dat we meewerken dan dat we gaan vragen of ze van de ROK willen afwijken. Dus alle vermoeiingssommen, doorbuigingen, plooi, kruip hebben we allemaal aangerekend en is allemaal opgelost. En dan komen we dus eigenlijk uit op een dekdikte voor, 16,5 meter van 1,2 meter. En voor grotere overspanning van 1,4 meter. En dit is wel meer dan momenteel voor betonnen viaducten. Maar het is in ieder geval een begin. Nou, dan komt de visualisatie er eigenlijk zo uit te zien. Nou, dan vraag je je af, hoe is dit demontabel te krijgen? Nou, dat is zo. We hebben allemaal componenten gemaakt van een meter of 3,5 breed. Waardoor we ook in aantal montagebewegingen minder zijn dan een standaard prefab ligger viaduct. Die momenteel, de betonelementen zijn ongeveer 1,5 meter breed meestal. Dit zijn bredere elementen, maar die uiteindelijk lichter van gewicht zijn. Dus eenvoudiger te monteren zijn. Als je dan dus ook de impact vergelijkt. Ik ben van mening dat we eerst naar de impact moeten kijken op een logische benadering en vervolgens op aantonen via allerlei middelen. Dus dat hebben we gedaan. We hebben verschillende, de veldlengtes gelijk gehouden en de breedtes ook. En dan kijken we dus inderdaad, daar hebben we een besparing van 62% op het aantal elementen. Dus dat is ook op het aantal hijsbewegingen. Het gewicht van de elementen is echt significant lager, waardoor je dus ongeveer 80% lager, waardoor je met kleiner materieel, met minder uitstoot je werkzaamheden kan doen. En uiteindelijk, omdat het gewicht van het dek gereduceerd is, zal ook een lagere belasting op je fundering komen, waardoor een lichtere fundering te realiseren is. En hierbij moet je natuurlijk wel opmerken dat als je een licht dek hebt, is het wel zo dat de belasting vanuit het verkeer toeneemt. Dus dat nog steeds hetzelfde blijft qua reactiekrachten. En de elementdikte is dus echt wel iets groter dan bij betonnen viaducten. Dus als je ergens krap zit in de ruimte, zal het waarschijnlijk geen concurrerende oplossing zijn. Dan de impact aantonen qua CO2. We hebben geen LCA uitgevoerd, dus we hebben het moeten doen met wetenschappelijke artikelen die niet overal aansluiten bij de productiemethodes die wij gebruiken voor het composiet. Maar hier zien we al dat als je alleen naar het dek kijkt, de CO2-uitstoot met 60% gereduceerd wordt ten opzichte van een betonnen viaduct. En dat het met name de grootste uitstoot nog steeds zit in het composiet, dat is dus echt in de hars. En daarvoor zouden we dus ook graag de hars willen verbeteren, want daar zit de grootste winst. Dus daarvoor hebben we gesprekken gevoerd met DSM om te kijken of zij een hars aan het ontwikkelen zijn die meer biobased is. En daar zijn wel vorderingen in, maar die hebben we nu nog niet doorgevoerd, omdat we dan alle proeven op het materiaal, dus voor vermoeien, hittestress en al dat soort dingen, zouden we al die proeven opnieuw moeten doen. En dat is nu financieel voor onze combinatie nog niet haalbaar. Qua MKI komen we hoger uit dan voor de totale oplossing dan een conventioneel betonnen oplossing. En dat is dus mede ook te wijden aan dat de juiste gegevens voor ons nog niet voorhanden zijn. En we dus nog de ontwikkeling zien in het blauwe gedeelte van de hars. Dus daar zou nog de winst kunnen zitten. Stefanie, je zit ook in je laatste minuut. Ja.
Dan, nou, als we terugkijken op het proces, wat hebben we dan allemaal gedaan? We hebben een verkeersbelasting die we kunnen dragen. We hebben een modulair systeem kunnen bouwen met een circulaire onderbouw. Wij zijn net als de andere ideeën uiteindelijk uitgegaan van een gewapende grondconstructie die dan weer volledig te verwijderen is. Het percentage biobased verhogen hebben we dus nog niet gedaan. Dus daarvan zou ik ook graag willen horen van partijen die aanwezig zijn of zij daar oplossingen voor hebben. Die hoopvol zijn. En we hebben het hele model demontabel gemaakt. En dat was mijn verhaal. En mochten er vragen of mensen zijn die graag zo'n brug in hun gemeente of provincie willen hebben, dan kunnen ze me altijd contacteren. Super, dankjewel. Nou, de chat stroomt vol met allemaal vragen. Ik probeer daar wat in te moderaten. Kijken hoor, ik ga de eerste vraag stellen van Jasper Schilder. Misschien Jasper zou zelf kunnen stellen over die corrosie. En die vraag is aan Arno. Ja. Volgens mij was er in de presentatie genoemd dat de corrosie gedurende de levensduur werd gemeten in de elementen. En is mijn vraag, ja, hoe meet je corrosie eigenlijk? Want ik heb daar nog geen methode voor gevonden. Wel dat je de vochtigheid kan meten, of dat maar de corrosie echt, dat zou ik niet weten. Nou, daar hebben we het over gehad met onze specialisten. Dat kan op twee manieren, denken wij, dat mogelijk is. Door een ingestorte corrosiesensor in het dek in te storten. Waarmee je de chloride indringing, de carbonisatie en het corrosiepotentieel kan meten. Dat is dus zeg maar een continue meting. En daarnaast zouden wij een mobiele grondpenetrerende radar willen toepassen. Dat is best een kostbaar iets. Dus dan zou het advies van ons zijn om dat één keer in de 10 jaar toe te passen. Oké, dankjewel. En Job van Heusden, jij vraagt, wat is de verwachte levensduur? Volgens mij was die vraag ook aan ons. De levensduur van onze elementen is 200 jaar. Ja, misschien zien we hoeveelheid vragen als ik even de lead neem. Want ik krijg ook nog een vraag binnen kijken van LV. Geheimzinnige naam. Hoe wordt de prefab beton nu gevestigd aan het hout? Of is het in situ beton? En die vraag is voor mij alle gesteld. Nou, je hebt twee keuzes. Je kan het als prefab elementen maken. Of je kan ze rechtstreeks op de ligger storten. Wij zouden dat eerste doen. Dat scheelt natuurlijk weer aan productiekosten. En er wordt eigenlijk een folie wordt er aangebracht op de houten ligger. En de houten ligger is voorzien van een sleuf. Die schuiven eigenlijk in de ligger en daar draaien we eigenlijk bouten in van boven. Daar doen we sparingsbuisjes omheen. En dan storten we eigenlijk het beton eroverheen. En je kan dan in de toekomst die bouten weer losdraaien en zou je het beton weer los kunnen halen. Oké. Dus ook daarmee is de volgende vraag over het in situ beton is ook beantwoord. Even kijken hoor, Fred, Destenweb, ga je om met schimmelaantasting en vervorming als gevolg van kruip? Nou, Anne, je had al verteld, je houdt echt van hele technische vragen. Misschien kan je deze beter... deze is een beetje te technisch, maar in ieder geval, als we kijken, er is in de berekeningen die gemaakt zijn, is er rekening gehouden met de verschillende eigenschappen van beton en hout. En de exacte werking en uitkomst, daar is gewoon mee gerekend. En die krachtsoverdracht, dat is allemaal mogelijk. En de inhoud kan ik je nu niet verder vertellen, maar als iemand daar meer interesse in heeft, dan kan ik wel daar de connecties voor leggen. Ik kan nog even iets verder ingaan op de schimmelaantasting inderdaad. Schimmel is de reden waarom er houtrot optreedt. Dat is in principe is dat hetzelfde. En het belangrijk daarbij is, en dat wordt ook in de norm aangegeven, dat het vochtpercentage in het hout lager blijft dan 20%. Met een beschermde constructie waarbij het dus niet direct nat wordt, is dat goed haalbaar. We hebben ook gekeken naar de impact van de luchtvochtigheid. Zeker in Nederland in de wintermaanden hebben we een hele hoge luchtvochtigheid.
Als je daarnaar kijkt en daarmee rekening houdt, dan zou je theoretisch zou je ietsjes boven de 20% uit kunnen komen. Maar die 20% is een veilige aanname, om het zo maar te noemen, in de norm. Pas bij 26-27% luchtvochtigheid krijg je pas echt een explosieve groei van schimmel en daardoor dus houtrot. Dus, daar wil ik nog wel even op inhaken, want je ziet inderdaad ook in de houtconstructies die tot op heden gebouwd zijn in Nederland, is daar helemaal geen sprake van. Nee, er is ook een heel uitgebreid onderzoek geweest in Duitsland van houtbetonbruggen die daar al gebouwd zijn inderdaad. En daar zo langere duur is daar de vochtgehalte in hout gemeten, verschillende dieptes. En hun conclusie daarin was ook dat het om die 20% goed haalbaar is. Goed onder die 20% blijft. Mogelijk een enkele maand dicht aan de oppervlakte, mogelijk wat hoger. Maar het mag geen probleem zijn op deze manier. Duidelijk. En ik zit alweer bij jou, Anne. Hoe zit het met verschil in krimp tussen beton en hout? Ja, dat is wat ik net eigenlijk aangaf. Er is aan gerekend en dat gaat allemaal goed. Alleen ik kan de details presenteren als iemand daar interesse in heeft. Of laten presenteren. Super mooi. Wat dan een vraag? Even kijken hoor. Misschien aan jou weer, Edwin. Voldoe je bij het houten dek aan de eisen voor trillingen en vervormingen? Ja. Goeie vraag. Ja, vervorming hebben we gewoon, dat wordt ook door de norm weer gelimiteerd tot 11.400. Dat hebben we meegenomen. En het is ook zo dat bij een houtconstructie vervormingen maatgevend is boven sterkte eigenlijk. Dus daar ontwerp je op, daar dimensioneer je op. Je zorgt er ook voor dat de liggers inderdaad met een bepaalde zeeg worden gebouwd, zodat die inderdaad dus niet visueel lijkt door te hangen, om het zo maar te zeggen. Trillingen, ja, dat is eigenlijk een aspect wat alleen van belang is als er ook voetgangers over je brug zijn. De comfortcriteria bij bruggen is afhankelijk dus van hoe voetgangers trillingen ervaren op bruggen. En als die te groot is, dan voelen ze zich oncomfortabel. Dus in principe is dat dus niet van belang bij verkeersbruggen. Er worden momenteel, zeker ook weer in Duitsland en in andere landen in Europa, worden ook steeds meer gelamineerd houten voetgangersbruggen gebouwd. Dus vanuit dat aspect vermoed ik even dat geen probleem mag zijn. Dus we hebben het voor ons concept nog niet bekeken. Nee, daar kan ik wel op aansluiten. Want wij hebben voor de fietsbrug, die is helemaal gemonitord. Dus daar meten we alle vervormingen en alles. En die zitten allemaal, onze uitgangspunten die we in de berekening voor de fietsbrug meenemen, die zitten allemaal aan de conservatieve kant. Dus het brugdek reageert beter dan we qua berekeningen hebben aangetoond. En daardoor betekent dus ook dat het stijver is en dat het minder beweegt dan we hadden verwacht. Mooi. Ja, ik wou naar je toe gaan. Anders zit je er leuk voorbij. Even kijken, hoe worden de 3 meter brede elementen in de dwarsrichting gekoppeld? Ja, die worden aan elkaar gekoppeld middels een soort van trekbakken. En dat zijn eigenlijk stalen platen met daarin boutverbindingen, zodat die kunnen worden losgemaakt. Ik heb nog een houtvraag. Ja, het hout levert heel veel vragen op, ook weer van Fred. Hout beschermen tegen vocht is volgens Fred onmogelijk, al was het maar in verband met condensatie. Wie wil daarop reageren? Nou, ik denk dat onmogelijk het zeker niet is, inderdaad. Condensatie kan optreden, inderdaad. Natuurlijk, als je koude oppervlakken hebt waar warme lucht tegenaan komt, dan zou je rondom die plekken condensatie even te kunnen krijgen. Dus ik vermoed dat alleen optreedt bij waar verbindingen direct kunnen zitten misschien, inderdaad. Maar ik verwacht dat de kans dat het condensatie echt optreedt, dat die al niet zo groot is, inderdaad. En in ons geval inderdaad door de grote mogelijkheden van ventilatie. Mocht het daarna wat condensatie optreden, dan kan het gemakkelijk drogen. En dan is het ook echt geen probleem voor hout. En je moet ook realiseren dat, ook denk ik in het concept van Anne inderdaad, de hoofdliggers van hout, dat zijn een meter bij anderhalve meter massieve liggers inderdaad. Dus voordat de hele houtconstructie inderdaad een bepaalde hoge vochtigheid heeft, moet het echt hele lange duur vochtig zijn. Alleen aan de oppervlakte mag het probleem zijn.
En Kees, als je dit nou zo hoort, is de vraag van Laurens, durft Rijkswaterstaat het al aan om verkeersbruggen van hout voor te schrijven? Dat is een hele goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Voorschrijven, dat is altijd wel heel erg ver, hè, want dat betekent dat Rijkswaterstaat zelf een materiaalkeuze maakt. Ik zal dat niet uitsluiten, hè, want er is een traditie natuurlijk dat Rijkswaterstaat kiest voor robuust staal of beton. Overigens, we weten natuurlijk dat er een houten brug of een paar houten bruggen zijn gebouwd bij Sneek. Over een snelweg. Daar doen we op dit moment ook ervaringen mee op. En ik moet wel zeggen dat dat ook ervaringen zijn waarbij we tot het inzicht komen dat vocht en bescherming van het hout wel echt een zorgende aandacht is. Maar in basis geldt natuurlijk gewoon bij Rijkswaterstaat dat oplossingen gevalideerd moeten zijn op sterkte, constructieve veiligheid en duurzaamheid. En als oplossingen daar maar voldoen, dan kan Rijkswaterstaat ook in het kader van de ambitie naar circulair en klimaatneutraal werken daar best wel in meegaan. En wil je in meegaan de ROK aanpassen? De ROK aanpassen kan tenzij, zal altijd eerst aangenomen moeten zijn, ook vanuit de ROK zelf en de Rijkswaterstaat, dat we daarmee een veilige constructie krijgen, veilig en duurzaam, maar ook een voldoende levensduur. Wij beseffen dat, willen we toe ook naar die ambitie dat we de aanpassing aan de ROK zullen moeten gaan doen, dat zijn eigenlijk ook de leerervaringen die we voortdurend ophalen. We hebben dat ook bij het eerste circulaire viaduct al gezien. Dat we nu de keuze hebben gemaakt om de nieuwe ROK om dwarsverspanning bijvoorbeeld onthecht toe te passen. Toe te laten. Er zullen meer regels moeten worden aangepast met betrekking tot circulaire bouwdekken. De N8700 serie. Levensduur langer dan 100 jaar moeten we ook over nadenken. En dat is niet alleen een vraag voor de Rijkswaterstaat overigens. Maar dat is een vraag voor de hele regelgeving in Nederland. Waar we met elkaar aan zullen moeten werken. Ook voor hout zullen we dus op die manier aan regelgeving moeten werken om te zorgen dat we aan al die vigerende eisen, ook die wel eens waar zullen veranderen, kunnen blijven voldoen. Ik moet overigens zeggen, want er waren twee houtoplossingen natuurlijk ook in de 10 haalbaarheidsoplossingen, daar waren we ook best enthousiast over. Alleen wat de commissie die uiteindelijk tot de 3 huidige prototypes heel belangrijk heeft gevonden, is het korte termijn effect. Namelijk 2030 al winst boeken op het gebied van reductie CO2. En daarbij is de keuze dus heel duidelijk gegaan op oplossingen waar hergebruik een belangrijke factor is. En bij de andere oplossingen, onder andere de houten viaducten, is natuurlijk de winst, maar is over een langere termijn. Maar we zouden graag aanmoedigen dat houten oplossingen in de breedte van de markt, dus niet alleen door Rijkswaterstaat, maar ook door andere opdrachtgevers, toch echt een kans gaan krijgen. Mooie oproep. Ik krijg nog een aantal afsluitende opmerkingen voor elk van de sprekers. Wat heeft het SBR-traject gebracht en waarom had je het nodig? Ik begin maar even met Arno. We hadden het nodig. De dekplaten, wat echt onze innovatie is, dat is een innovatie die we in Duitsland al hebben toegepast. En die wilden we doorontwikkelen en ook op de Nederlandse markt brengen. Die aanzet is er nu gegeven. Helaas zijn we niet door naar de laatste 3, maar die aanzet is nu gegeven. En dan gaan we die ontwikkeling pakken we door en hopen dat we hem alsnog op de markt kunnen brengen. Top. En Anna, hoe staat het bij jou? Nou, wij hadden eigenlijk toen we begonnen aan het SBR-traject geen idee met wat we zouden gaan inschrijven. Dus we hebben gewoon echt in de breedte nagedacht over wat is er nu circulair en waar willen we verder mee. En uiteindelijk is deze houten oplossing daar gekomen. En daar willen wij gewoon mee door om te kijken om het echt in de praktijk te gaan brengen. Mooi. Edwin? Nou, ik denk dat de SBR heeft echt heel veel gebracht wat dat betreft inderdaad. We hadden een grote wens om de haalbaarheid van hout in bruggen inderdaad verder uit te werken. We zijn daar heel druk mee bezig, ook met hout in gebouwen. Zoals in Amsterdam een 72 meter hoge toren van hout. Dus, en de SBR en de ondersteuning daarvan heeft ons echt inderdaad dat setje gegeven om dat onderzoek verder uit te werken. En die haalbaarheid inderdaad beter in zicht te krijgen om ook voor onszelf al te weten, is dit een haalbaar concept of niet? En de uitkomst van de SBR heeft ons in ieder geval geleerd dat het absoluut een haalbaar concept is inderdaad om viaducten in hout te gaan bouwen.
Mooi. Nou, en hekken sluiten, Stephanie? Ja, ik sluit me volledig aan bij de rest. Het is mooi dat je kan aantonen dat waar je zelf in gelooft, dat dat ook daadwerkelijk technisch haalbaar is. Maar het geeft ook wel weer de spagaat waarin je ligt met alle verschillende... Nou ja, hier waren er 3 criteria die van belang waren. Wil je iets maken wat op 1 criterium heel hoog scoort, dan doet dat misschien een beetje af van een ander criterium. En dat is denk ik ook wel een goede oefening geweest voor werkelijke projecten, waarin we dus moeten aantonen dat we duurzaam of dat het economisch perspectief goed is. Dat daar altijd een afweging tussen zit. En ik denk dat dat ook wel iets is wat het team van Rijkswaterstaat meegenomen heeft. Dat we daar echt wel met z'n allen ons voor willen inzetten. Maar dat het ook niet een makkelijke oplossing is. Mooie afsluiting. Goed, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor je spreektijd. Aan alle deelnemers ook dank voor jullie tijd. Vul nog eventjes de evaluatieformulier in. Wat Elna gedeeld heeft in de chat. En ik hoop jullie op woensdag 13 oktober weer te zien voor de laatste lunchlezing in deze cyclus van het SBR-proces over boogbruggen, boogviaducten en adaptief bouwen. Dankjewel. Dankjewel ook.